Steeds meer goederen worden per zeecontainer vervoerd. En Nederland is de gateway to Europe, met Rotterdam als de belangrijkste zeehaven voor import en export. De containerbinnenvaart is een van de pijlers voor het vervoer van containers in het achterland van de haven, met tal van voordelen. De binnenvaart kan, met weinig personeel, hoge volumes aan. Er is nog meer dan voldoende capaciteit op de vaarwegen, zonder files. De binnenvaart kan flexibel gebruikt worden in zogenaamde synchromodale ketens, met de weg en het spoor. De CO2-uitstoot per vervoerde container is beduidend lager dan bij wegvervoer. De inland terminals zijn een handige, tijdelijke opslagplaats van lege en volle containers en de binnenvaart is kostenbesparend. In het verleden is de containerbinnenvaart gestart met lanes, een vaste verbinding tussen een terminal in het achterland en de zeehaven waar regelmatig op en neer gevaren wordt. Dat is een logische ontwikkeling. Een inland terminal wordt pas aangelegd als er regelmatig voldoende containers voor transport worden aangeboden. Grote importeurs of exporteurs hebben die volumes. Maar een vaste lane sluit niet meer aan bij de dynamiek van nu. Er zijn dagelijks sterke fluctuaties in de vraag naar transport van containers naar allerlei inlandbestemmingen. De aankomsttijd van de grote zeeschepen in de zeehaven varieert. En er is een onbalans tussen import- en exportlading. Dat alleen al vraagt om een andere benadering van het varen. Daarbij komt de vraag naar continentaal vervoer. En om ook kleine onregelmatige volumes mee te nemen via de binnenvaart. Tijd om een volgende stap te maken. Dit voorbeeld laat de route zien van een groot schip wat in de driehoek Basel, Rotterdam, Antwerpen en weer terug naar Basel vaart. Onderweg hopt het schip langs terminals die op de route liggen. Deze driehoek is opgebouwd uit twee lanes tussen een terminal in het achterland en de zeehavens waarin regelmatig op en neer gevaren wordt. Het logistieke netwerk kan ook anders ingericht worden. Door de lanes op te knippen in spokes en deze te verbinden door een hub, een groot knooppunt, ontstaat een hub- en spoke-netwerk. Hier fungeert de terminal in Nijmegen als hub. Het schip uit Basel hopt langs terminals die op zijn route liggen. In Nijmegen lost het schip de containers voor andere bestemmingen dan Rotterdam en laat nieuwe containers in, bestemd voor Rotterdam. In Rotterdam lost hij alle containers en voor de terugweg neemt hij weer containers mee voor allerlei verschillende bestemmingen. In Nijmegen wordt er weer gelost en geladen. Hij neemt containers mee voor de terminals die op de route liggen richting de eindbestemming Basel. Schepen varen in de spook frequent op en neer. Op de heenweg neemt elk schip de lading mee die naar allerlei bestemmingen moet. In de hub Nijmegen wordt de lading overgeslagen en gesorteerd naar bestemming. De hub geeft een schip voor de terugweg alleen containers mee voor de specifieke terminal. Zoals in dit geval Antwerpen, Den Bosch, Venray en Hengelo. Op deze manier wordt er veel frequenter gevaren naar een bestemming, is het netwerk veel rijker en bruikbaar voor continentale stromen. De adviesbureaus AppOvo en Pantaya hebben de mogelijkheden om zo'n logistiek concept toe te passen bestudeerd. De eerste zorg zijn de overslagkosten. Worden niet te hoog voor de totale transportketen. We hebben eraan gerekend en dat blijkt niet zo te zijn. De vaarkosten worden dermate lager dat kan compenseren tegen die hogere overslagkosten. De tweede is de afhankelijkheid die twee partijen dan aan elkaar hebben. Je moet heel erg open naar elkaar zijn en veel informatie wisselen. En dat vergt een grote mate van vertrouwen in elkaar. De analyse toont aan dat de extra overslagkosten ruimschoots gecompenseerd worden door besparing op de vaarkosten en een hogere betrouwbaarheid van de omloop. En de gevreesde afhankelijkheid van elkaar, daarin tonen we aan dat juist elkaar kunnen versterken. En dus dat partijen elkaar kunnen helpen om vertragingen te voorkomen. De positie van Nederland en de Nederlandse havens in het achterland wordt hiermee een stuk beter. Door dit concept kan Nederland dieper in het achterland penetreren, doordat er ook een lagere transportkost met een betere servicegraad bereid kan worden. Het idee is in de praktijk toegepast bij de terminal Nijmegen van BCTM, in combinatie met het netwerk van Danser. De resultaten waren heel positief. Er is een grote toename van de afvaartfrequenties, vooral richting Antwerpen, van 1 keer naar 5 keer per week. Dat trekt weer lading aan vanaf terminals langs de Rijn. En er zijn grote mogelijkheden voor continentaal vervoer dat kan meeliften, vooral tussen de regio Gelderland en regio Baden-Württemberg, tegen veel lagere kosten dan via de weg of het spoor. Onze ervaringen met Hub & Spoke zijn zeer positief. Het was een hele uitdaging, maar de samenwerking met Danser Groep en BCTN gaat uitmuntend. En de klanten zijn er zeer tevreden mee.
Hub & Spoke ervaring bij ons is erg goed. We zijn zeer tevreden over. In het verleden voeren wij van Basel naar twee zeehavens met onze binnenvaartschepen. In de samenwerking met BZTN kunnen wij hier in Nijmegen op de terminal lading verzamelen. Door de bundeling van de volumes is de verblijfstijd in de havens korter, waardoor onze diensten betrouwbaarder zijn geworden en ook die van BZTN. We kunnen nu niet alleen maar containers vervoeren naar de havens van Rotterdam en Antwerpen toe, maar we kunnen ook containers vervoeren naar Duitsland, naar Zwitserland. Niet alleen voor grote volumes, maar ook voor kleine volumes. Toekomstverwachtingen voor Danser bij het Hub & Spoke model zijn dat we dit kunnen uitbreiden naar andere bestemmingen. Dat we ook continentale lading tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland op deze schepen via de binnenvaart kunnen vervoeren. Het Hub & Spoke project betekent voor ons bedrijf dat wij langere openingstijden hebben. We waren in het verleden open 5 dagen in de week, 16 uur per dag. En we zijn momenteel 24/7 open. Het betekent meer handelingen over de terminal hier in Nijmegen. En dat betekent ook dat wij vertrouwen hebben in de toekomst, in de uitbreiding van deze terminal. We zijn namelijk momenteel bezig om de capaciteit van deze terminal te verdubbelen. Een hub- en spookopzet geeft een grote kwaliteitsverhoging van het logistieke netwerk. Ten eerste een veel grotere herkomstbestemmingsmatrix, mede aantrekkelijk voor continentale stromen. Regio's met een onbalans in import- en exportvolumes kunnen via de hub met elkaar gebalanceerd worden. Het geeft een hogere frequentie van varen. Het afstemmen van de capaciteit op de wisselende vraag wordt veel makkelijker. Er is veel beter in te spelen op de dynamiek in de zeehaven. Als de planning in de zeehaven verandert, kan het op de hub worden opgevangen. De servicegraad en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart nemen toe. En klanten met een kleine lading aan bod kunnen bediend worden. Een prettig neveneffect is dat de schepen in de zeehaven veel grotere call sizes hebben, dus minder terminals aan hoeven te doen. BZTN en Danser hebben aangetoond dat met nieuwe logistieke concepten de binnenvaart nog aantrekkelijker kan worden. Anderen kunnen van hun ervaring leren.